Ben jij ook zo blij, Stefan de Vrij, dat Ron Vlaai kan spelen zondag? Ja, heel blij. Ik hoop dat het ook daadwerkelijk zo is. Want hij is gewoon heel belangrijk voor ons. En ja, ik vind het gewoon fijn spelen met hem samen in het centrum. Heb jij iets aan zijn ervaring? Ja, zeker. Je ziet ook dat, dat ik ook beter speel met hem naast me. Dat het toch zeker is. En we voelen elkaar wel goed aan en dat is wel belangrijk. Was dat zeg maar voor de winterstop een van de problemen van dit elftal? Dat jij als jonge jongen weinig ervaren jongens om je heen had? Ja, bijvoorbeeld, we missen toen veel belangrijke spelers, ervaren spelers. En dat mis je toch wel. Het is toch wel goed om een beetje de balans daarin te vinden. En dat hebben we nu wel redelijk, denk ik. Dus ja, dan moet de resultaat ook gaan komen. Ja, want Ron Vlaar zei naar Vitesse uit al, het geeft mij rust. Dat een jongen als Mewis nu voor me loopt. Dat geldt dus ook voor jou? Ja, bijvoorbeeld zulke spelers die zijn gewoon heel belangrijk voor ons nu. En Marcel, die hoort daar ook bij. Ben jij iemand die tegenstanders volgt, die alles van tegenstanders weet eigenlijk? Nee, niet alles. Ik ben niet iemand die het helemaal uit gaat zoeken. Maar ik weet wel wat voor type tegenstander ik tegen me heb. En wat zijn kwaliteiten zijn en wat zijn mindere punten zijn. Wordt het Boulekin zondag? Ja, waarschijnlijk wel. Groot en sterk en redelijk snel. Althans, hij is af en toe discussie over op televisie. Ja, en hij scoort makkelijk. Dus we moeten er gewoon voor zorgen dat hij dat, dat hij dat zondag niet kan laten zien. Hey, toch ben jij volgens mij niet het type verdediger dat zich echt volledig focust op een tegenstander. Je wilt ook zelf voetballen en zo je stempel drukken. Ja, dat is ook meer mijn kwaliteit, denk ik, om aan de bal in plaats van dat de tegenstander de bal heeft. Voel ik me toch beter, denk ik. En ik vind het gewoon fijn om op te bouwen en in te dribbelen. En dat ligt me beter dan echt verdedigen. Is dat wel een aspect dat je wilt ontwikkelen in je spel? Of juist niet? Wil je juist focussen op de dingen die je nu al heel goed beheerst? Ja, ook. Maar ik wil ook vooral beter leren verdedigen. En dat gaat al beter. Als je bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Twente, dan kom ik opbouwend niet echt aan te pas, omdat ze mij ook vooral afschermden, die wedstrijd. Maar dan moet ik het maar laten zien verdedigen tegen Janko, die in vorm was en of is. En die veel scoorde. En dan zie je toch dat we hem wel samen met Ron uitschakelden, zeg maar. Ja, wat is nu nog jullie doelstelling in deze competitie? Want je kunt ook zeggen dat het gat met de ploegen die in het linker rijtje staan, en dus de strijd om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal, dat is te groot. Of denk je daar anders over? Ja, het is zeker groot, maar ik denk dat het wel te overbruggen is. Volgens mij is dat nog 6 punten voor het linker rijtje. En, het is haalbaar, maar laat niet staan dat het wel moeilijk gaat worden. Ja, wat maakt ADO sowieso tot een goede tegenstander, vind jij? Ja, ze zijn heel agressief en heel goed in de counter, in de omschakeling. En dan zie je dat ze er snel uitkomen en met buitenspelers als Verhoek en Kubik, dan zijn ze gewoon heel gevaarlijk. En ook nog een veel scorende spits erbij. Het is gewoon een goed team.